Nou, veel mensen verwachten het niet. Als je gewoon de stad ingaat, heb je misschien al een keer ergens gelezen of gehoord. Maar dan kom je hier en dan sta je er echt op gewoon een meter vanaf. En dan blijf je echt wel eventjes staan. Of je gaat op de tribune zitten om te gaan kijken naar het beachvolleybal. Breda nu. Je weet het meteen. 11 en 12 mei begon het eredivisietoernooi beachvolleybal in Breda. Op het Kasteelplein lag een week lang zand. Het toernooi vond voor de eerste keer in Breda plaats, dus wij waren erbij. Ja, je kijkt naar de beste beachvolleyballers van Nederland. Die spelen in de Eredivisie. En de Eredivisie dat is een competitie over 10 speelronden. En dat wordt afgesloten met een Nederlands kampioenschap later dit jaar op het strand van Scheveningen. Ja, kijk, als het gewoon heel erg lekker weer is en je staat in het centrum van de stad, dan is het echt geweldig om een beachvolleybaltoernooi te organiseren. En het is gelukkig heel vaak zo in deze tijd van het jaar. Dus wij hebben altijd heel erg leuke sfeer bij ons evenementen. Ja, Breda Beach is een beachvolleybalvereniging. We staan uit 150 leden. We zitten bij de Wolfslag, bij het zwembad. Daar zitten wij. 20 jaar geleden zijn wij opgericht. En we zijn gewoon een leuke vereniging waar gewoon de breedte sport heel erg centraal staat. Maar daarbij we graag naar sport kijken, sport beoefenen, leuke competitie. Veel trainende leden en een gezellige vereniging. Dit jaar is het Dela Eredivisie natuurlijk, het wordt afgetrapt in Breda. Ja. Is dat voor jou natuurlijk iets speciaals, aftrappen in eigen huis? Ja, dat is natuurlijk echt heel vet. Sowieso gewoon heel deze locatie, maar ook echt leuk dat we gewoon in eigen stad kunnen spelen hier. Ja. Maakt dat ook extra speciaal voor jou? Ja, ik denk het wel. Vooral omdat er gewoon heel veel mensen komen kijken die je toch kent. En dat maakt het extra leuk. Jullie hebben net natuurlijk gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, dat is heel lekker. Ik zei net al tegen het publiek. We spelen pas heel kort samen. We zijn nu 4,5 week bezig. Korte voorbereiding. Dus niet hele hoge verwachtingen van het eerste toernooi. Maar het loopt fantastisch. We pakken meteen brons in ons eerste toernooi. Dus de perfecte start van een samenwerking. Ja, we zijn een week naar Turkije geweest. Ik kom uit de zaal afgelopen jaar. We hebben ons eigenlijk één week voorbereid. Echt goed voorbereid in Turkije. Nou, toen zagen we al een stijgende lijn iedere dag weer. En nog een week hier thuis in Nederland. We hebben twee coaches, Merren ter Vries en Casper Groenhuizen. Ja, het werkt super samen. Zeker. Nou, veel mensen verwachten het niet. Als je gewoon de stad ingaat, heb je misschien al een keer ergens gelezen of gehoord. Maar dan kom je hier en dan sta je er echt op gewoon een meter vanaf. En dan blijf je echt wel eventjes staan. Of je gaat op de tribune zitten om te gaan kijken naar het beachvolleybal. Breda nu. Je weet het meteen.